mensen het mee willen doen, maar er mogen natuurlijk ook oudere mensen meedoen. En de mensen die als rommel of iets wat je niet meer gebruikt in huis aan de man wil brengen, dan... Dus je mag niet met je benen om die broek heen. Het is echt hangen. Dat was de eerste die als... Het heeft laten weten. En moeders aan. Voor mij pad mogen ze een half uur blijven hangen, maar... Dat je nat wordt is een feit. Want je hangt boven het water. Demi Tromp was dat volgens mij. Met een tijd van 19 seconden en 41 honderdste. Kevin Leuzen die denkt van je kunt met de bomen en ik blijf gewoon een poosje hangen. Dat mag voor mij van wel niet zo hoog. Hij heeft nog een beetje pootje aan baden. Langer, ja, blijft mooi poosje hangen hier. Mooi uitzicht hier over de binnenhaven hier in Gennemuiden. Morgenmiddag dus plooienmarkt op het Avondplein. En vrijdagavond dus een kinderdisco om 7 uur in de Soos in de Overtoom. Aansluitend om 8 uur is het dan weer gewoon Soos. Ook worden er vanavond weer foto's gemaakt en die zijn vanavond te vinden op Bremant.net. En tevens wordt er gefilmd. En er is mij verteld ook dat die film er vanavond. En dit is dus echt spijkerbroek hangen. Het is dus niet afklemmen met je handen. Dus de broek niet om je handen heen gewikkeld. En ook niet met je benen. Het is gewoon echt vanuit je handen en uit je armen moet je het gaan doen. Het record staat dus op 1 minuut en 3 seconden. Dat is een hele tijd. Maar zometeen moet je nog een keer. En dan zijn je armen een beetje verzuurd natuurlijk. En dan pak je de andere broek. Dus dan ben je nog niet aan die broek gewend. Zo, het is mooi vol. We gaan mooi richting een minuut. Net niet. De hersen glijden erop. De eerste is al. Hij is al prima. Blijf rustig hangen. Helemaal geen probleem. Het is droog en als ik naar de lucht kijk, dan verwacht ik ook geen regen. Dus. Heb ik mooi even de tijd om even te kijken. De Soos-tijd heb ik nog meegekregen. De Soos is vanaf zaterdag op vrijdagavond is hier gewoon de tijd geopend. En dan is hier vrijdagavond dus geopend vanaf 8 uur, omdat er jeugddisco is. Van 7 tot 8. En dan is het dus de rest van de Soos is geopend van 8 uur tot half 12. En op dinsdag is hij geopend van 1 uur middags tot 5 uur. En op woensdagmiddag ook van 1 tot 5. En s'avonds op woensdag van 7 tot half 11. En op vrijdagmiddag is hij nog open van 1 tot 5. En voor meer informatie kunt u altijd kijken op de site op www.jongezwartewaterman.nl. En
En die heeft het al heel snel bekeken. Die denkt, ik zoek lekker het water op. Het is mooi weer, ik ga lekker een stukje zwemmen. En nee, niet zo dus. En moeders aan. Oei, kijk, dit is rap bekeken. Nou, even een stukje zwemmen. De trap is aan deze kant hoor. Hier is de trap. Je hoeft niet meer zo ver te zwemmen. Je mag wel even heen en terug naar de pont. Dat moet je zelf weten, maar... Dan ben je misschien te laat voordat je zo meteen weer aan de beurt bent. Kimberly Visser blijft lang hangen. Dus de tijden worden bij elkaar opgeteld en direct aansluitend aan dit spijkerprogramma doen we de prijsuitreiking bij de gedenknaal van Trovoetruiters boven op het bordes daar. Is het goed? Ja! Op, direct met die... Oké. Ja, er wordt de tijd wat later ingevuld omdat je nog langer op de kant stond, dus die seconden tellen niet mee. De tijd wegnemen gaat pas van start wanneer als je echt van de kant af bent. Dus daar is geen discussiepunt over mogelijk. Dus mochten mensen aan de kant denken van nee, die blijft nog langer aan de kant staan. Die seconden worden er gewoon van afgetrokken, want de tijd wordt later geactiveerd. Hij schudt van nee, maar hij zegt ja, gewoon blijven hangen. Moet je niet nee schudden, positief blijven denken. Gewoon denk dat hier een paar haaien hier in de binnenhaven zijn van ik moet blijven hangen. Maar hij houdt het vol gezien. Wat is gesteld door Hoekman Beker dan? Zonder het bedrijfsleven kunnen we natuurlijk niet. Als de jongens uit de waterland kan moeilijk een verrekker aan gaan schaffen. Alleen voor dit evenement wordt het een beetje te duur voor. En moedig aan. Spijkerbroek hangen hier boven de binnenhaven van het Zwarte Water hier in Genemuiden. Waar het langzamerhand een beetje winderig begint te worden en ook wat frisser. Luther gaat even met zijn tenen in het water. En hij had het voorgezien. Kostjan had net een tijd van 53 seconden en 66 honderdste. En hij is, heeft een minuut al gepasseerd. Dus wat dat betreft... Ik had niet in het water. En die heeft het heel snel bekeken. Je mag de druk niet tussen je benen knijpen. Dat is ten strengste geboden. We zeggen het direct, want anders word je gedisqualificeerd en dat willen we natuurlijk niet. En vooral niet omdat je een recordtijd hebt staan van 1 minuut 19. Ik heb al 2 minuten. Wel, net. Wel. 63 seconden had je. Ja, die had het hangen 3 seconden en 46 honderdste. Ja, dat is hij. Maar ik heb volgehouden. Dat is niet echt een recordtijd. Nee, dit is de tweede keer. Ik heb het niet. Maar je bent wel lekker snel in de warme kleren. En ondertussen heeft hij de 52 seconden al aangetikt. Hij blijft gewoon rustig hangen. Geconcentreerd dat hij is. En hij is alweer voorbij de minuut. Hij moest zijn record natuurlijk even verbreken van net van 1 minuut 19. Dat heeft hij nog niet. Dan moet hij nog 10 seconden blijven hangen. Moedig hem aan. Hij is al 2 keer boven de minuut. Dus moedig hem aan hoor. Dat hij zijn record kan verbreken. En dat heeft hij bij deze al gedaan. Dus moedig hem nog langer aan. Kijk wanneer klaar. Klaar voor de start. Daar gaat hij. Dankjewel. Hey Harry. Hoop ik het de putten zo weer in. Blijf hangen, Louise. Je doet het beter dan net. Je kunt het. Klaar voor de start. Af. En nou, dat kan je nog geen kant. Hé, zie dat? Zometeen na deze twee gaan we direct verder met een prijsuitreiking. En jou daar bij Provo-Kruid. De prijswinnaars voor de boegspietlopen zijn bekend. Je hebt de broek tussen de benen hoor ik. Je mag de broek niet tussen je benen, want dan word je gedisqualificeerd. Oké. En dat willen we niet, en vooral niet met zulke jonge deelnemers, want dat is niet leuk en eerlijk. 26 seconden en 44 honderdste.
Maar het is natuurlijk wel eerlijk dat we gelijke regels trekken. Dus dat een ieder dezelfde handicap heeft. Kimberly blijft nog even rustig hangen. Die denkt van ik moet maandag weer naar school toe, maar ik blijf hier gewoon hangen tot dinsdag. Dan ben ik maandag lekker vrij. De derde plek. Met een totaal tijd staat hij erbij. Er staat er wel bij, maar niet helemaal goed zie ik. 2:10.08. Zo moet het zijn. Door Korstiaan Bol. Korstiaan Bol. Ja, de eerste hier heeft dit 53 seconden gehangen. Dit is mij hoor. De tweede run 1:04. Nee, blijf staan hè. De tweede plek. Met een totaaltijd van 2:00. Oh, ze hebben het totaal aantal seconden bij elkaar opgeteld. Oké, zo kan het natuurlijk ook. Met een totaaltijd van 110 seconden. Dus dat is 1:50 en 37 honderdste. Dat is Kevin Leusink. En Korstiaan, dat is een totaal aantal seconden van 110. Dus dat is 1:50 en 8 honderdste. Dus dat was maar echt een fractie. Dus eigenlijk was dit maar 29 honderdste seconde tussen verschil tussen de tweede en de derde plek. Maar met kop en schouder stak daar bovenuit. Met een totaaltijd van 2:42 en 68 honderdste. De winnaar van 2010 en Spijkerbroekhangen, Koen Holthoff. Gefeliciteerd. We gaan even klaarstaan voor de foto. Even bij elkaar. Even voor het archief. En voor op Breeman.net, waar al deze foto's op komen te staan. Even een beetje aan de kant. Ja, goed zo. En voor de film en de pers.